Hey, goed dat je kijkt naar deze nieuwe GP Fans Weekend. De weekcompilatie van het allerbelangrijkste Formule 1 nieuws van de afgelopen week. Ja, er is de afgelopen week een heleboel gebeurd. Laten we daarom maar direct beginnen met de video. Max Verstappen die mocht de Grand Prix van Groot-Brittannië aftrappen vanaf de eerste stek en kende een goede start. Nou ja, hetzelfde gold echter ook voor Hamilton, die vanaf de tweede plek mocht vertrekken. Die twee die kregen het direct met elkaar in de stok, maar Verstappen wist de aanvallen van zijn concurrent toch wel met enige moeite af te slaan, maar bleef wel voor hem. Toen Hamilton nogmaals een poging deed om aan de Red Bull voorbij te gaan, ging het helemaal mis. Hamilton die raakte met de voorkant van zijn wagen het rechte achterwiel van Verstappen, die daardoor in een spin belandde en met een enorme klapper in de bandenstapel terechtkwam. In eerste instantie werd er een safety car de baan opgeroepen, maar niet lang daarna besloot men toch om de sessie stil te leggen met een rode vlag. Na de herstart ontving Hamilton een tijdstraf van 10 seconden van de stewards. Ja, deze straf deed Hamilton helemaal geen pijn, want hij won uiteindelijk ook gewoon de race. Vlak na de crash van Verstappen liet Dr. Helmut Marko tegenover Sky Germany weten dat de raceban op zijn plaats was geweest. Dit kun je niet doen aan de hand van de normale sportcode. Ik weet niet wat de maximale straf zou zijn, maar dergelijk gevaarlijk en roekeloos gedrag zou bestraft moeten worden met een schorsing of iets. Hij benadrukt wel dat Hamilton degene was die fout zat. Als een concurrent ons achterwiel op zo'n manier aanraakt met zijn voorwiel, ja, dan is het niet langer meer een raceongeluk. Dat is gevaarlijk gedrag. Toen hij vervolgens te horen kreeg dat Mercedes tegenover de FIA had gezegd dat Verstappen verantwoordelijk was voor de crash, werd Marco toch best wel boos. Dan zijn ze allemaal blind. De herhalingen laten het vrij duidelijk zien. Hij ging met zijn linkervoorwiel in ons rechter achterwiel en stuurde Verstappen de barrière in. Wat betreft die disqualificatie is Jos Verstappen het volledig eens met Marco. Het kan echt niet wat Hamilton daar deed op die plek. Ik vind een 10 seconden tijdstraf echt belachelijk. Wat mij betreft hadden ze hem ook een wedstrijd kunnen disqualificeren. Max geeft hem ruimte en zit gewoon voor hem. Dan kan je niet aan de binnenkant inhalen. Zo liet hij optekenen bij de Telegraaf. Zoals gezegd zijn veel mensen van mening dat de straf te mild was, maar daar stoot de Wolf het helemaal niet mee eens. Het zijn twee gasten die hard met elkaar aan het racen zijn, zei Wolf. Er is een regel die duidelijk is, als een auto halverwege is, is het rotsvast. Waarom 10 seconden? De stewards moeten hebben gezegd, it takes two to tango. Die uitspraken komen echter niet overeen met wat de FIA in haar officiële documentatie schreef. Daarin stond namelijk het volgende. De stewards hebben het videobewijs en de data bekeken. Auto's 33 en 44 gingen bocht 9 in, met auto 33 in de leiding en auto 44 daar niet ver achter aan de binnenkant. Auto 44 zat op een lijn die de apex van de bocht niet raakte, met meer ruimte over aan de binnenkant. Toen auto 33 ging insturen, vermeed auto 44 het contact niet en kwam hij linksvoor in botsing met de rechter achterkant van auto 33. Auto 44, Lewis Hamilton dus, wordt hoofdzakelijk als schuldige gezien. Hoofdzakelijk dus niet helemaal, maar hoofdzakelijk. Ja, wedstrijdleider Michael Masi die voegde daar later nog aan toe dat de FIA uitsluitend kijkt naar de manier waarop het incident tot stand is gekomen en niet naar de uiteindelijke schade die geleden is. Hij veegde de argumentatie van Red Bull over de milde straf dan ook van tafel. Ja, Red Bull Racing die is echter niet van plan om het hierbij te laten, want de advocaten die gaan daar kijken naar de mogelijkheden, zo zegt Marco tegenover Kroon en Zuid toen. We hebben geluk dat Max niets heeft overgehouden aan de crash. De auto en motor die zijn wel afgeschreven, maar daar kunnen we niet zomaar bij laten zitten. Een schorsing zou terecht zijn. Maar misschien hebben de regels ook schuld, die zijn vrij beperkt. Het systeem moet herzien worden. Sergio Perez kreeg in Oostenrijk twee keer een straf van 5 seconden, omdat er minimaal contact was zonder dat er iemand van de baan vloog. Hamilton had de stop-and-go penalty en een tijdstraf van 10 seconden kunnen krijgen, maar dat gaven ze niet. Max zat op de lijn. Je kunt de tegenstander niet op het achterwiel raken in een van de snelste bochten. De lichtste aanraking heeft fatale gevolgen. Hamilton moet weten wat de consequenties daarvan zijn. Maar ja, hoge beroep. Christian Horner die achterkant een beetje klein van slagen namelijk, want de stewards zijn behoorlijk standvastig wat betreft hun beslissing. Martin Brundle die lijkt in ieder geval te denken dat er wel mogelijkheden zullen zijn. Red Bull die heeft mij verteld dat er gegevens zijn die bewijzen dat Lewis aanzienlijk sneller was in kops dan op enig ander moment. Hij zou de bocht niet hebben gehaald zonder bij te gaan en onvermijdelijk contact te maken met Max. Hij sluit dan ook niet uit dat Red Bull het bewijs tegen Hamilton gaat delen met de rest van de wereld. Het zal vermoedelijk openbaar worden gemaakt. Als Red Bull denkt dat ze nieuw bewijs hebben, dan kunnen ze in beroep gaan tegen de FIA vanwege de vermeende mate van schuld van Hamilton. Aldus Martin Brundle bij Sky Sports. En dan sluiten we af met heel iets anders, want de coronabesmettingen in België die lopen op dit moment in hoog tempo op. Toch kondigde de overheid recentelijk aan vanaf 13 augustus een aantal versoepelingen door te gaan voeren, maar dat is een slecht idee volgens de Belgische huisartsorganisatie. Het gaat niet de goede kant op met de cijfers. Eerst zagen we een stijging die mogelijk te wijten was aan meer testen, maar dat kun je nu niet meer zeggen, zei woordvoerder Roel van Giel tegenover Nieuwsblad. We hebben rondvraag gedaan bij de huisartsen en zij zien ook meer besmettingen en ziekten. Van Giel is van mening dat het vaccineren van de bevolking ook pas over een maand nog niet ver genoeg is.
De vaccinatie werkt, dat weten we. Maar wel pas over 2 weken na de tweede prik en daar zijn we nog niet. Je moet dus altijd naar de cijfers van 2 weken geleden kijken. Ja, dan zitten we op dit moment pas op 1/3 van de bevolking. Over een paar weken nieuwe maatregelen introduceren of versoepelingen terugdraaien is een stuk moeilijker dan nu even op de pauzeknop drukken. En goed, dat was hem dan, onze GPFans W-compilatie. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!